Hij mag er dan wel niet bij zijn. Vergeten is Wout van Aert allerminst. Mathieu gaat hoogstwaarschijnlijk winnen. Dat vinden we niet zo heel heerst, hè. Laat ons eerlijk zijn. We zijn eerlijk. Nee, wij zijn boos. Ja, dat gaat niet veel winnen, nee, vandaag. Wout gaat dat goed doen vandaag. Pace niet. Voor wie ga jij supporteren? Van der Poel en... Wie nog allemaal? Wel eens. Ja, wel eens. Ja. Van der Poel, ben je met een Belgische vlag? Ja. Ja, we hoopten te komen voor Van Aert, maar ja, jammer door zijn val. Het is op de oude Quaremont tijdens Vlaanderens mooiste over de kinderkoppen lopen. Een traditie voor velen om hier te supporteren. Speciaal voor Nederland het hier, ja, zeker. Al jaren op rij. Hoe is het nou, 6 of 10 jaar? 8 jaar, 10 jaar? Hoe lang rijden we hier al hier? 10. Hij 10, ik 6. Ja, ik ben wel ouder, hè. Hallo Philippe. Het is fantastisch omdat je hier ook 3 maal de renners ziet passeren. Het is eigenlijk een hoogdag in België terug. Nee, het is Pasen, maar het is ook de hoogdag voor de wielrenners. Zo passeren ze een eerste keer, dan nog onder een lentezon. Een tweede keer in de regen. It makes it more dramatic, makes it more exciting for the riders and for ourselves as well. It's fantastic, it's amazing. They call it Flandrien weather. Yeah, absolutely. It's, we feel at home here. It's like Buxton, Derbyshire. Een derde keer met Mathieu van der Poel op kop, door sommigen onthaald met boegeroep. En dan moeten de persfotografen hollen om Van der Poel op de finishfoto vast te leggen. Mathieu is een kampioen. Echt waar, Mathieu! De vierde en laatste ronde op de oude Quaremont is die van de vrouwen en dat in de gietende regen.